Het moment is hier, jongens. De allereerste raid op Ark Scorched Earth, maar dan Ascended. Ik ga nu naar mijn target toe. Alles staat er klaar. Volgens mij is er nog niks gebeurd. Oh, your tribe killed white. Oh, ik heb al een lightning wyvern nodig. Dat had ik helemaal niet door. Ja, nee, alles is oké als het goed is. Ik heb een extra poison wyvern meegenomen. Dan kan ik eventueel dino's op een afstandje mee schieten. Of de persoon. Die heeft heel veel stamina. Ik heb er 1 rock elemental. Dus ik moet wel echt goed tactisch mijn ding doen. Ik wil stiekem nog testen of mijn strat werkt. Maar ik denk dat ik misschien ook vanuit de Oasisaurus andere moves kan maken. Vanuit die kant. Want de beest staat daar dichter bij de rand. Dus ik heb het idee dat daar meer oppervlakte is. Waardoor daar... Of sorry, dat daar aan die kant dus minder oppervlakte is. Waardoor daar dus misschien ook minder turrets verspreid staan. Dat is vaak wel gewoon het geval, zeg. En dat ik hier gewoon even een sprinteltje van maak. Voordat ik echt ga beginnen, ga ik natuurlijk nog wel even met mijn Argentavis scan doen. En ik ga denk ik even reloggen, want ik heb allemaal gekke issues. Oh, doe nou niet. Oh mijn god, hij wil weer niet landen. Hij wil weer niet landen. Hij wil weer niet landen. Oké. Even een zijwaarts spoelen. Land. Land. Ja, precies daar. Dat is echt de beste landingsplek die je kon bedenken, man. En dit is waarom ik moet reloggen. Ik ga de grapples niet vertrouwen, jongens. Kijk, dit krijg je als je zo'n server koopt van... Ah, man. G-portal zal dit nooit gehad hebben. Wat is dit kut, man? Huh? Mag ik? Ja, maar hoe die in normale accu niet zoveel grappelen? Shut up. Mag ik, alsjeblieft? Ja. Nou, springen? Nee. Oh. Zo verdrietig. Nog een keer. Nee. Oh. Ja? Oh, hey, ik ben boven. Chill. Oké. Oh, daar heb ik met mijn turrets gewoon dat ding neergebeamd. Oh. Die doen we even daarin. Ja, die doen we ook maar even allemaal daarin. Even extra dat mee. Zo doen we dat wisselen. Ja, man. Extra rocket launcher mee, denk ik dan maar. Hij krijgt niet heel veel kansen, dat ding. Ik kan hem wel altijd van de cliff affluiten, waarschijnlijk. Dus dat is wel chill. Oké. Ja, rocket elementen uitgooien heeft nu niet zo heel veel zin. We gaan even reloaden. Nou, ik ben er weer. Mooie dag, hè. Oké, reload die shit. Yeah! Yeah, raiding time! Yeah! Oké, wacht. We doen eerst een scouting time. We doen eerst even een scouting session. Yeah. Ik hoop dat mijn volpunt houdt, man. Ik hoop dat mijn volpunt houdt. Zet even de wolken uit. Wat een ding, jongen. Wat een ding. Oké. Oh, mijn spyglass. Kut. Elke keer als ik echt ver wegvlieg met afstappen zo, krijg ik echt een mini-hartaanval, jongen, met Ark. Echt niet leuk. Spyglass. Oké, en nu is de truc vooral niet de rock elemental... verliezen. Met een hoofdletter V. Oké, want die kant die kennen we nu. Dus daar kunnen we achter die stenen kunnen we hem uitgooien en er naartoe lopen. Maar ik ben bang dat ik dan word geshoest. Deze kant daarentegen. Deze kant ziet er tot nu toe meer legit uit. Ik denk zelfs dat ik veilig op de Oasisaurus kan landen als ik dit zo zie. Ik denk oprecht dat dat een ding is. Het kan wel betekenen RIP Argentavis HD. Maar als ik echt recht vanuit... Nou, nee, deze angle juist. Kom, zet het proberen. Oh, tada. Aha. Oho, oké. Nou is het maar 1 keer goed te doen, want daarna als de RG dood is, dan wordt het echt een probleem. Ik heb een goede angle. Ja, ik zou vanaf hier dus gewoon kunnen rock elementelen. En vooral hopen dat dit ding niet gaat rennen, weet je wel. Als dit ding gaat rennen terwijl ik erop sta, dan gaat alles dood. Maar dit ziet er wel gewoon decent uit, man. Ik ga niet liegen. Ik weet ook niet hoeveel bullets erin zitten. En heavy turrets gaan uiteindelijk wel heel snel. Maar ik kan misschien... Ja, daar zit waarschijnlijk ergens een turret en daar ben ik een beetje bang voor, want ik kan niet afstappen. Dat is wel een dingetje. Er zijn best hoog tussen, dus ik denk dat ik haast alleen maar een soak zou kunnen doen. Ik zou... Ja, als de windmolen het is, hè. Als de windmolen het is, dan is het wel gewoon gefixt. Ja, zullen we het gewoon doen? Zullen we gewoon fuck it? Dan vallen we er gewoon nog niet vanaf, dan kunnen we het een beetje aanvoelen. Kijk, oké, ja, dit ding is aan het bewegen, of niet? Want als dit hield. Oké, ja, dit gaat wel snel. Er zijn veel heavy turrets. Misschien even alles op zijn tijd pakken. Nou, is hij al leeg? Nee, die is nog niet leeg. Nee. Oké, qua AP kan ik dit prima managen. Alleen, verdere stappen... zijn dan wel lastig. Is het leeg? Dat is de vraag. Hij is leeg, hij is gesookt. Oké, we kunnen dit misschien oprecht soken. Maar laten we het even zoveel mogelijk managen. Oké, die schiet nu niet meer. Oké, de HP is oprecht prima. De HP is oprecht prima. We willen alleen geen mega laservest hebben. Dit kunnen we wel hebben, denk ik. Ja, joh. Gewoon via de Oasis zou er reden, joh, gek. Heerlijk. Oké, ik zie... Oh. Sommige beams zie ik oprecht niet zo goed. Oké, er zijn er weer wat meer gesookt. Misschien gaat dit wel gewoon oprecht lukken met 1 rock elemental. Oké. En ik weet niet of het lijk is of dat ik ze... Het gaat goed, dit gaat gewoon goed. Dit zou ik zelf als persoon alleen niet kunnen overleven. Dus ik moet er even stapje voor stapje doen, jongens. Stapje voor stapje. Beetje bij beetje. Het is stil. En we gaan weer. Het is vooral die daaronder die ik ook nog wil hebben. Dus die nu allemaal een beetje op mijn fire. En eigenlijk die nog. Ja, dit wil ik eigenlijk even kietelen. Oh, lekker. Maar hier moet ik wel echt op gaan passen, man. Oh, sorry, ik zit nou even zachter. Hier moet ik wel echt op gaan passen. Want als deze door blijft schieten, dan wordt het riskant voor mij. Dus ik moet ook heel goed mijn HP in de gaten houden. We hebben nu nog 11k. Oeh, dit gaat heel snel naar beneden. Oké, nu schieten er al een stuk minder, volgens mij. Ja, er zitten ook een paar autotilts tussen, gelukkig. Oké, het wordt heel rustig. Het wordt kalm, het wordt kalm, het wordt kalm. Ja, het wordt heel kalm, het wordt heel kalm. Oké, de meeste zijn nu... What the fuck gebeurt er? Zijn nu leeg. Nu kan ik dus een move maken naar beneden. En dan is het die turret daar onder het hoofd. Daar, die maakt me dan net een beetje zorgen. Maar op het moment dat ik hier naar beneden ga, is het gewoon klaar. Dat wel. Ik denk dat ik deze turret nog even afwacht. Dat is een autoturret. Hij schiet wel minder snel natuurlijk dan. Maar aan de andere kant... Zolang die leeg is, vind ik het gewoon helemaal lekker. Oh, dit gaat misschien ook nog gewoon goed ook, jongens. Met één rock element. We moeten er echt meerdere hebben, man. Kom op, Soki, Soki. Ik kan niet zo goed zien wat die andere turret is. Oh. Dat is een heavy. Oké. Oké, even Oh. Oh, ik zie het er nou mee. Oh, kut. Dat zijn allemaal nieuwe heavies. Ja, oké. Nou komt waarschijnlijk het moment. Oh. God damn. 34 damage. Nou kan... Oké, wacht. Er zijn nog heel veel turrets waarschijnlijk actief. En hoe meer stap ik naar achter zet, hoe meer er gaan schieten. En die gaan mij oprecht kunnen killen. Dus dan is het de vraag... Kan ik veilig afstappen daar? En kan ik dan... vanuit daar een gat erin maken, zodat ik in ieder geval de stroom uit kan blaffen. Dus moet ik daar de shielding eruit, et cetera, et cetera. Als er binnen een turret zit, ben ik al een beetje fucked eigenlijk. Maar dat is natuurlijk al de gok die je dan neemt of maakt. Die turret daar, welke schiet er nu? Kijk, nou schiet er dus nog best wel veel. We kunnen dit nog even afwachten. Maar dit moet echt niet te lang duren. Ik moet bij de 5k HP stop ik even met dit. Dan hoop ik dat er een paar leeg zijn. Kom op, alsjeblieft, gun mij dit, gun mij dit. Oké, ik weet nou nooit of het een lag spike is of gewoon leeg. Maar het is gewoon leeg, gast. Oké, nou is dat die turret daaronder volgens mij. Oh, kut, ja. Nou, dit is het eigenlijk het moment dat ik er gewoon voor moet gaan. Want, oké, ik zit heel ongemakkelijk vast eigenlijk. Ik zit heel ongemakkelijk vast. Ik denk dat ik een biertje ga poppen, want... Deze rock elementen gaat niet overleven. Oh, kon ik niet gewoon stenen er doorheen gooien trouwens? Oh, dat kon. Kut. Kutzooi. Kut. Kut, ik kon gewoon al die tijd stenen gooien. Waarom zei niemand me dit? Waarom zei niemand me dit? Racht die steen erin. En dan tegen die windmolen aan. Racht de steen. Racht de steen. Ik helemaal stilo doen was helemaal niet nodig. Oké, ik hit goed. Staat er een Jenny binnen? Ik denk dat ik nu veilig kan afstappen. Maar pop wel even een biertje. Oh god. Oh god. Oké, over ze. Ik heb geen kettingzaag bij. Is er een Jenny? Oh, hij slaapt. Oh, shit. Oh, dat wist ik niet. Wat is dit nou weer? Plantpot. Kan ik hem niet even vastbinden? Blijf in ieder geval even liggen. Beehive. Nou, joh. Daar heb je niet opnieuw voor doen. Dat is een hoog level wyvern. Dat is een hoog level wyvern. Een hoog level wyvern. Oh, ja, daar heeft 5. Veel meer, jongen. Ovens wil ik ook echt wel hebben. Oh, hij heeft een vast Solasuchus. Wacht, waarom kan ik dit niet pakken, nou? Wat is dit? Een pair? Female, female. Argentinas? Ja joh, kom maar. CP voor leef, neef. Racer, racer. Zo, illegale wyvern. Jezus, hij heeft echt sterke man. Ja, aangezien ik dit een soort van te doen vond, ga ik lang niet alles slopen. Dat vind ik dan een beetje kut of zo. Kut, mijn biertje. Oké, nou ja. Heeft hij een chainsaw toevallig bij? Nou ja, ja. Maar oh, dit is echt perfect. Thank you well, thank you well. Handcuffs. Je hebt ze nu om, toch? Perfect. Alright. Nou, lekker, man. Ja, daar... Ja, ik heb hem niet nodig. Ik ga niet meer zo... Oh. Ik ga niet meer zoveel zooi meenemen, want dat schiet gewoon niet op. Elke keer reed ik dan zoveel en dan heb ik echt zoveel loot dat ik er net niks mee kan, eigenlijk. Eigenlijk een racertje wil ik wel meenemen, nog. Een male en een male. Heeft ook een female. En een male en een male. Godver. Metal structures zijn altijd welkom. Fabricated is welkom. Nou joh. Heel veel kranen ook. What the fuck? Talent wil ik wel echt hebben. Die talent voor de bossfight. Zo, bossfight wil ik ook even een keer checken, man. Mantis saddle, ja. Nou, ik vind het lekker prima. Ik vind het lekker helemaal prima. Maar ik moet nog wel even de stroom uitzetten, bedenk ik me nu. Alleen, zien jullie Jenny? Oh, daar is wel een Jenny. Kijk, en dat is dus wel kut. Want ik denk dat de turrets nu niet empowered zijn. Nee, ze zijn gewoon allemaal powered. Allemaal powered. Heeft hij nog even ergens bashes voor mij? Oh, trouwens, kan ik hier niet gewoon water uit drinken of zo? Oké, want dat ding daarboven, dat wekt natuurlijk nog stroom op. Kut, ja, hier kan ik ook niet in. Kijk. Oh, ja, joh. Ja, dit ga ik wel even allemaal meenemen. Ja, nu. Ja, ik weet waar dat ding zit. Die zit hier. Misschien kan ik het beter doen met een rock element als ik gewoon lief wil blijven. Maar aan de andere kant... Oké, dat was echt niet nodig. Dat was echt niet nodig. Oh, dat was echt veel te veel. Oh, honey, thanks. Oh, dat was echt... Hey, turretjes, electronics. Hey, lekker man, kom hier. Ja. Oh, nee, dat was echt... Oh, dat was zo overbodig. Dat was zoveel schade ook meteen. Ja, je kan hier gewoon niet met metal bouwen. Dat kan gewoon niet. Oh, man, dat was zo vies veel damage. Oh, nee, ook de cambench weg. Godverdomme. Ik probeer altijd half een good guy te zijn, weet je wel. Van, ja, ik raid, maar gewonnen is gewonnen, weet je wel. Daar houdt het dan gewoon bij op. Oh, maar nee, dit is... Oh, nee. Oh, ja, ik kan even wat zo in de body stoppen, I guess. Die wil ik wel hebben. Zal ik gewoon even al die eieren pakken en in zijn body stoppen? Hey, biertje wil ik hebben, die wil ik ook hebben. Die wil ik ook hebben. Hij heeft nog dino's zat, maar ik vind... dit is zo zonde om te spoilen. Oh, trouwens, hallo. Shadowsteakies, doe mij maar. Had hij nou Mad Bruce? Dankjewel. Ja, die soepjes en zo wil ik allemaal wel hebben. Vind ik wel chill. Even 100, 100, 70, 20, 85. 25 is nog wel prima. Dit is een goed ei. Dat 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 is een goed ei. Ah, kut. Die zijn ook allemaal pincoded, die dingen. Allemaal. Ja, want hij geen mantis heeft. Nou, weet je wat? Ik heb de meeste toch gesookt. Het maakt niet uit. Ik kan er wel even één slopen voor bullets. Maar dan moet het echt een van deze achterste zijn, zeg maar. Ja, 3 bullets, ja. Ja, 2 bullets, ja joh. Ja, weet je wat? Als er nog bullets zijn, dan hou ze maar lekker. Even mijn RG halen. Zo, wow, vanaf de grond is dat ding wel echt big, man. Oh, wat een mooi gezicht ook. Wat lief. Ik heb hem nog nooit gezien in het wild. Je kan hier ook dino's revive of zo, toch? Nou, dit even allemaal in de RG. It's in, boys. It's in... Oh, hier zijn nog een koel... Oh, nee, hier zijn nog meer koelkasten. Ze zijn ook allemaal dicht. Alle riot wil ik wel hebben. Alle vlak wil ik wel hebben. Megatherium, zit dat hierin? 2. Megalosaurus, zitten die hierin? Muren ook, jongens. Oh, neem even mee. Gasoline voor dagen, man. Alleen niet de goede blueprints. Ik hoop dat ik ergens nog even een goede shotgun of zo kan vinden. Dat zou echt chill zijn, maar... Nu lijkt het dat we het hier echt mee moeten doen. Laatste valt, volgens mij. Hè? Ja, vlak is altijd welkom. Nou ja, niet altijd als ik dit zie, maar wel vaak. Flamethrower, hoor. Ja, joh. Is dit een wapen bijvoorbeeld een beetje? Oké, even shields. Shields zijn gewoon welkom. Riot is gewoon welkom. Ik kan vet veel scuba en zo. Die bogen zijn welkom. Het is allemaal primitive, man. Oké, goed. Terror Bird Saddle, balen. Beauty Saddle. Nee, neem maar gewoon mee. Ankylo. Guanodon. Casteroides. Araneo. Terror. Racer. Manta. Jezus, wat een treurige bende. Oh, we hebben nog 2 vaults. Alpha Deathworm Trophy? Oké. En de horentjes. Chill. Oké, mantis ermee temmen, toch? Ja, dat waren een beetje de vaults, man. Dat waren de vals. Deze kunnen natuurlijk loot hebben. Deze kan ook zeker loot hebben. Ik wil op zich wel even één zo'n ding executeren. Kijken of er iets in zit. Ze hebben geen naam, maar... Dat zul je altijd weer zien. Dat zul je altijd weer zien, man. Altijd. Oké, daar zit niks in. Dan denk ik wel dat dit hem oprecht is, man. Ja, ik kan deze nog leeg plukken, maar aan de andere kant. Ja, joh. Dit was gewoon een goede raid. Dat was een mooie. Helemaal mooi. En deze dingen zitten er ook nog allemaal in. Ik vind het mooi. Ja, oké, we hebben daar alleen nog deze koelkasten. Maar wat daar dan in moet zitten, ja. Ja, het ding is, als ik 1 C4 er weer op plak, valt de hele basis uit elkaar. Ik heb eigenlijk al meer dan genoeg. Hey, Juan. Juan, dankjewel, hè. Juan, ik ga wel even je wood nog meenemen, want dat vind ik zelf wel chill. En je touch. Pak je wood en je touch. Dankjewel. En ik zie dat je nog een C4 detonator hebt. Ik wil niet dat je terugkomt, oké? Dat gaan we niet doen, Juan. Dankjewel, dankjewel. Oké. Yeah. Verbaasd me trouwens dat er geen mantis in zat. Die zijn allemaal hier, want het zijn best sterke mantissen. Oh, what the fuck? Yo, die zat ik geen eens gezien. Er zitten 180 fireworks van ei in. Wacht eens even. Steak. Soep. Tartaar. Dit was het wel, toch? Dat ruikt toch wel... Wow, yo, 180 fireworks, gek. Let's go. Alright. Mission completed. Thanks voor het kijken, jongens, in deze video. Was een prima raidje. Hij had misschien sneller kunnen gaan zelfs, als ik een risico wilde nemen. Maar ja, je weet niet waar je mee te maken hebt, hè. Je weet niet waar je mee te maken hebt. En gelukkig heb ik alles gewoon kunnen soaken. Dat maakt het dan weer net een stuk makkelijker. En rustig kunnen looten. Dat is een heerlijke ervaring. Heerlijk. Jezus, heerlijk. En we hebben de blueprint erbij voor Rock Element Saddle. Epic. Thanks voor het kijken. Tot morgen.